Burgemeester Peter den Oudste verbiedt een benefietavond omdat die mede wordt georganiseerd door motorclub Satudara. Satudara is vaak in het nieuws vanwege criminele activiteiten. De benefietavond zou aanstaande vrijdag plaatsvinden in buurthuis De Oliemolen aan de Oliemuldersweg. De opbrengst zou gaan naar kinderen van gezinnen die in armoede leven en kinderen in het asielzoekerscentrum in de stad. De motorclub verwijt de burgemeester dat hij het niet zo nauw neemt met de grondrechten van de burger. Buurthuisbeheerder Henk Leugs hoorde vandaag van de gemeente dat het feest niet door mag gaan. Het ging eerst over de vergunning. Alle verenigingen die hadden een brief gekregen waarin wijziging stond van de regels voor buurt- en speeltuinvereniging. Al vrij kort na die tijd kwam dus aan het licht dat niet daarom ging, maar om de Satudara. 2 jaar geleden organiseerde de motorclub zelf een groot feest hier in de Oliemolen. Dat was toen geen probleem voor de gemeente. Het slaat helemaal nergens op. Want ik bedoel, de Satudara is hier zijdelings bij betrokken, dus dit wordt geen feestje van de Satudara. Ik bedoel, dat is van de mensen die hele benefietbeweging op poten hebben gezet. Ik bedoel, en doordat de naam Satudara op die flyer stond, gingen de alarmbelletjes weer af. Voor Leugs zelf is het negatieve imago van de club geen probleem. Kijk, er zijn zoveel mensen die over de schreef gaan die geen lid zijn van de Satudara. Ik bedoel, dat kan iedereen wel weigeren. Voor de buurtbeheerder is de afgelasting van het feest ook een financiële strop. De verwachting was dat er zo'n pakweg 3500 mensen kwamen. En dat is voor ons een flinke schadepost. Kijk, de gemeente die staat elk jaar wel met de rekening klaar voor onroerend goed en erfpacht en dat soort dingen. Maar aan de andere kant, dan ontneem je ze eigenlijk de mogelijkheid om inkomsten te verwerven. Burgemeester den Oudste was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.